Hoi en welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik je natuurlijk weer bij over het laatste nieuws omtrent macro-economie en Bitcoin. We kijken vandaag onder andere naar de koers, want de koers van Bitcoin daalde de afgelopen weken, al dan niet maanden, fors. En we hadden het er vorige week al over, er moet hier ergens een bounce komen. Die bounce is geweest en nu staan we aan de vooravond van een grootse uitbraak. Opwaarts of neerwaarts, die optie ligt nog open. Maar ik ga je laten zien hoe groot die beweging gaat zijn en wat we kunnen verwachten. Ook kijken we naar de fundamenten. En daarbij kun je denken aan de transactiesnelheid, de kosten voor de transacties, het gebruik van Bitcoin in verschillende landen ter wereld. We kijken daarna en we gaan de diepte in. We hebben het daarnaast ook over de toekomst van ons geld als het gaat over de komst van central bank digital currencies. Want daar was de afgelopen week weer veel over te doen en de noodzaak voor deze munt in het bijzonder. En we kijken naar de huizenmarkt, want onze eigen Klaas Knot, de Nederlandse president van de Nederlandse Bank, die heeft het een en ander gezegd over de huizenmarkt. En dat valt eigenlijk best wel samen met hoe Brussel naar onze economie kijkt. Daarover meer tegen het einde van deze video. En helemaal aan het einde van deze video kijken we natuurlijk naar de koers van Bitcoin en de koers van goud. Want ook daar gebeurt het een en ander wat ik je graag wil vermelden. Voor nu maak ik mezelf eventjes kleiner. En ik zou je willen vragen dat als jij nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, dat hieronder het doet. En dat kun je doen door te klikken op de grote rode abonneerknop. En klik dan ook op het belletje, zodat je een notificatie krijgt wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En mocht je nou al een keer eerder geabonneerd zijn, maar niet zeker weten of je nog wel notificaties krijgt, check dan even hieronder. Want ik krijg de afgelopen weken best wel veel meldingen van mensen die zeggen, Madelon, ik was geabonneerd, maar dat ben ik nu ineens niet meer. Of mijn belletje staat uit, ik krijg geen notificaties meer. Check het dan even hieronder door naar die grote rode abonneerknop te kijken. Goed, we beginnen vandaag even met het model van Plan B. Dat is het model waar we eigenlijk iedere week toch even weer naar teruggrijpen. Want hoe ligt dat er nou bij? En Plan B had vorige maand al aangegeven, we hangen rond de $30.000 en we willen daar niet te lang blijven. En de slotkoers van mei, die resulteerde in een nieuwe dot op het stock-to-flow model. Een licht oranjige dot op het stock-to-flow model. En het lijkt heel erg op wat we zien, of wat we zagen in 2013. Hij zegt hier zelf nieuw dat, May close op $37.000. Dat is een min van 35%. We knew Bitcoin would not go up in a straight line. And several minus 35% drops are possible. And indeed likely in a bull market. Starting to look like 2013. Dus het lijkt op wat er in 2013 gebeurt. Dan Held die reageerde ook op deze tweet. Die zei ook al 2013 cycle. It is. Het lijkt daar heel erg op. En we hebben dit al eerder aangekaart. Kijk, dit zagen we in 2013. Toen gingen we ook even omlaag. Toen heeft het dus vanaf het diepste punt 1, 2, 3 maanden geduurd. En pas in de vierde maand kwamen we weer hoger te liggen dan die all-time high. Die we eigenlijk 2 maanden voor het dieptepunt al zagen. Dus het zou dan nu nog 3 maanden kunnen duren voordat we die all-time high daadwerkelijk zouden zien. En we zitten nu juni, juli, augustus. Dan zouden we vanaf augustus of september die nieuwe all-time high, richting die nieuwe all-time high kunnen gaan. En dan kan het ook rap gaan. In 2 maanden stond toen de koers op een all-time high. Dus dit betekent niet dat de bull market over is, althans als we plan B moeten geloven. Want kijkend naar dat stock-to-flow model hangen we dan nu ergens binnen die 2 banden. En wat je hier ziet is een soort van Bollinger Bands-achtige band om de koers heen. En daar zien we dus een standaard deviatie aan de bovenkant bij opgeteld. De ene kant lichtblauw, het donkerblauwe gedeelte. 1 keer standaard deviatie, die bovenste 2 keer. Dat zien we ook bij de onderste band. En dat zien we ook de band, de lichtblauwe band die daaronder zit. Dat is min de 2 keer standaard deviatie. Boven is plus 2 keer standaard deviatie. Wat we hier zien is of het stock-to-flow model, of we daaronder vlammen. Dat is eigenlijk wat Plan B zegt. The second bounce of the lower band of the stock to flow model. We testen het nu dus voor de 2e keer. De STF, zal de STF breken? Dat is eigenlijk wat hij zich afvraagt. Or will this turn out to be an excellent buy signal? Of gaat het een prachtig koopsignaal zijn? Hij zegt hier daarnaast, no multiple hedge funds that actually trade this BTC S2F co-integration.
Dus hij zegt dat er veel hedge funds zijn die juist dit als een instapmoment zien. Nou, deze maand was, afgelopen maand, was natuurlijk een hele slechte maand. En als we kijken naar de maandelijkse returns, dan zien we dat dit de slechtste maand ooit geweest is. Met min 37,92 op het bord was dit de slechtste maand in de geschiedenis van Bitcoin. We hadden nog meer een slechte maand in november van 2019 met een min van 36,57. Toen hadden we een hele lange driehoek waar we ineens uitzakten naar beneden. En we hadden ook een hele slechte periode in december 2013 nadat we een koersstijging van 450% hadden gezien. Die situatie hebben we nu niet gehad. We hebben wel forse koersstijgingen gehad. April was een beetje matig. En daarna dus die forse daling. Had natuurlijk ook deels te maken met het nieuws en de paniek op de markt. Maar we zitten toch opnieuw in een bepaalde soort cycle. En nu is het lastig inschatten wat er hierna gebeurt. Maar als je logisch nadenkt, zou het niet meer dan logisch zijn dat als er een fixe daling is, dat je daarna een veel mindere daling kan verwachten. Of misschien zelfs wel een stijging kan verwachten. Althans, als we kijken naar de geschiedenis, is het niet heel erg denkbaar dat na een daling van een procent of 30 opnieuw een grote daling van procent of 20, 30 volgt. Als we kijken naar wat er in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Als we bijvoorbeeld hier kijken naar wat er in maart gebeurde. In 2018 zagen we na de forse daling toch weer een forse stijging. Daarna weer twee dalingen, maar toen toch weer een stijging. Dus houd dat wel in je achterhoofd. Er kan van alles gebeuren, maar de kans dat we weer zo'n grote daling zien is toch wel minimaal. We bevinden ons nu in een bepaald patroon en daarover straks meer aan het einde van deze video. Maar ik wil toch eventjes met je kijken naar dit plaatje van Plan B. En eigenlijk was ik hier best wel geïntrigeerd door. Wat hij zegt is het volgende. Selling big chunks during illiquid hours at the end of each month, followed by continuous buying of small quantities during liquid hours at the beginning of each month. Wat hij zegt is, iedere keer als we weinig liquiditeit hebben, dus aan het einde van de maand, dan wordt er veel verkocht. En iedere keer als er veel liquiditeit is, wordt er weinig gekocht. Zou het dan zijn dat de institutionele partijen aan het kopen zijn? En niet eens over de counter, maar toch wel heel erg zichtbaar in de markt. En hij duidt deze bulls is het volgens mij in het Engels. Die duidt die aan. En de vraag dus of we nu mogelijk opnieuw omhoog zullen gaan. Nou, ik zal je straks tijdens de technische analyse alles uitleggen over waar we nu tegenaan lopen. Maar ik vond deze tweet van Jeff Dorman. En Jeff Dorman die zegt eigenlijk hetzelfde. Die zegt institutional interest in digital assets can be seen in the first 10-day returns of each month. En wat hij daarna zegt is fund flows come in on the first of the month. And all indications from OTC desk and funds suggest record month of inflows. Dus ondanks dat dit de slechtste maand was van de afgelopen 12 jaar, ziet men wel een record aantal nieuw geld richting de institutionele interest gaan. Of althans vanuit institutionele partijen richting de markt gaan. En Jeff Dorman zegt hier, seems like a dangerous time to be short based on previous patterns and investing is influenced by pattern recognition. En nou ja, hier wordt dus gesteld, er is heel veel geld de markt opgegaan vanuit institutionele partijen. Plan B die suggereert hetzelfde, zegt ook dat de kans relatief klein is dat we nogmaals neerwaarts zullen gaan. Ook als we kijken naar de analyse ten aanzien van de markt die we nu gezien hebben. Toch wel zo'n forse daling. Kans is minimaal dat we weer zo'n supergrote daling gaan terugzien. Dus fundamenteel gezien lijkt het op dat we best wel eens zouden kunnen gaan uitbreken uit een bepaald patroon. En het patroon wat we nu zien is dit patroon. En ik zal je daar zo meteen alle uitleg over geven. Want
hè, we houden er nog even een beetje spannend. We waren het voor het einde van deze video. Maar ondertussen zien we dat JP Morgan totaal weer 180 graden gedraaid is. En JP Morgan nemen we natuurlijk al lang niet meer serieus. Maar het is wel leuk om eventjes weer te kijken naar wat ze nu zeggen. After claiming Bitcoin could hit $146,000, JP Morgan's latest research note said that Bitcoin's fair value is between 24 and 36,000. En nu zeggen ze dus dat Bitcoin nog verder kan dalen. Ja, ze gaan van hot naar her en dat hoort er helemaal bij. Ze hebben ook gezegd dat Bitcoin, de cryptocurrency markt, een totale market cap van 5 miljard, dus nog een keer 3 zou kunnen gaan zetten. Nou, dan is die waarde waar ze, wat ze nu aanhouden, niet helemaal correct. The note says that rising volatility is to blame the recent loss of interest from institutions. JP Morgan zegt dus nu juist dat de instituties interesse zijn verloren. Terwijl dat een beetje vreemd is, want deze maand lijkt er dus juist meer interesse te zijn vanuit instituties. En ook als je dus kijkt naar die tabel van plan B waar we het vorige week over hadden, dan zie je dus dat er 1 miljoen aan Bitcoin van de hand gedaan is. Die 1 miljoen die was gekocht op een prijs van $60,000 in de maand april en werd in de maand mei verkocht op een prijs van $35,000. En wie waren de kopers? De grotere, sterke handen. Wie waren de verkopers? De kleine, zwakke handen. Dus dit suggereert toch dat het niet helemaal in lijn is met wat we net geanalyseerd hebben. Maar het is altijd goed om het tegengeluid ook te beluisteren. Transactiefees op Bitcoin en Ethereum die zijn nu naar multi-month lows aan het droppen. En waar komt dat door? Dat is onder andere te wijten aan de lagere prijzen die we zien. Maar ook omdat er minder drukte is op het netwerk. En dat hangt natuurlijk ook weer samen met de prijzen. We zien het hier in de grafieken. We zien dat Bitcoin's case weer naar een low van januari dit jaar is gegaan. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment vlak na 14 januari ongeveer de prijs best wel fors opliep. En dat er ook al wat transacties waren blijven hangen in de mempool. En in de mempool heb je natuurlijk een pool waar de transacties in terechtkomen voordat ze uiteindelijk in een blok in de blockchain worden gehangen. En de miners die pakken daar de transacties uit die het duurste zijn. Want ze willen het liefst het meeste geld verdienen. En als jij dan net een hele goedkope transactie ingeschoten hebt met dus een hele lage fee, dan kan het zijn dat je even moet wachten op jouw order die uiteindelijk doorgeschoten wordt en in een blok terechtkomt en uiteindelijk dus aankomt op de plaats van bestemming. Nou, dat is dus nu niet meer het geval. En nog meer positief nieuws, want Coinbase Card die is nou accepted by Google en Apple Pay. Wat is er nu mogelijk? Je kan nu middels Apple Pay betalen met je Coinbase Card. En dat kan echter momenteel alleen nog in Amerika. Maar de optie is er dus wel, zowel met Google Pay als met Apple Pay. En dat is wel een hele leuke optie. Maar in hoeverre het in lijn staat met het gedachtegoed van Bitcoin, het eigen bank zijn. Maar ook een stukje privacy ten aanzien van Apple Pay. Dat is iets wat je, de afweging wat je zelf moet nemen. Maar dit is wel in lijn met de geruchten die we eerder hoorden ten aanzien van de vacature die vanuit Apple verscheen. We zagen een vacature ongeveer vorige week was dat. Vorige week donderdag kwam een vacature online. En toen werd er gesteld dat ze op zoek waren naar iemand die meer wist van Bitcoin betalingen en cryptocurrencies. Later werd die vacature snel weer een beetje aangepast. Dat het dus niet alleen over Bitcoin ging, maar ook andere alternatieve betaalmiddelen. En nu werd dus deze werd dus dit aangekondigd. En het is wel heel erg interessant dat dit gebeurt en dat Apple hier dus mee in zee wil. Wat we ook zien trouwens de afgelopen tijd is dat de Argentijnen naar Bitcoin mining aan het gaan zijn. In Argentinië heb je government subsidied electricity. En dat houdt dus in dat de elektriciteit vanuit de overheid wordt betaald. En er wordt nu dus vanuit huizen in Argentinië Bitcoin gemined. En waarom gebeurt dat? Ze hebben te maken met devaluaties, met defaults, met hyperinflatie, met foreign exchange control, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus dat je maximale hoeveelheid dollars mag kopen. Dus de koopkracht van hun munt wordt steeds minder waard. Wat doen ze? Met die elektriciteit, die dus super goedkoop is, wekken ze
bitcoins wekken ze met mining apparatuur, minen ze bitcoins. Dat is wat ze aan het doen zijn en dat om maar hun koopkracht. Ja, en dit gebeurt dus niet alleen vanuit de huizen, maar dit gebeurt ook op steeds grotere schaal. En het is toch wel heel erg interessant dat de Argentijnen op deze manier hun koopkracht proberen te behouden. En ook als we kijken naar Venezuela, is dat de business case als het gaat om Bitcoin. In Venezuela hebben ze natuurlijk te maken met hyperinflatie, dezelfde controle zoals wat ze in Argentinië voor hun kiezen krijgen. En in Venezuela is het al wat langer aan de gang en heel erg heftig. Venezuela has the third highest Bitcoin adoption in the world as people increasingly use to migrate the country's economic stability. Dus in Venezuela zien we dat men steeds vaker uitwijkt naar Bitcoin. En je ziet het niet alleen in Venezuela, je ziet het in meerdere landen. Ik zag laatst Peter McCormack in El Salvador, waar steeds meer met Bitcoin werd betaald. Ik had vandaag een gesprek met onze chef. We hebben hier thuis een chef en deze man is ongelooflijk lief. Hij kookt zowel lunch als avondeten voor ons. En vandaag vroegen we of we ook online konden betalen, want het geld was op. We gaan namelijk straks naar Miami en het is hier gewoon prijzig om iedere keer opnieuw te pinnen. Dus we zeiden, kunnen we ook met PayPal bijvoorbeeld betalen? En zeiden, nou dat kan wel, maar dan moet je een fee betalen, een fee van 3%. Maar je mag ook met Ethereum of Bitcoin betalen, dan hoef je die fee niet te betalen. Dus mensen kijken steeds meer naar alternatieve manieren van betalingen. En hier even het voorbeeld van het laatste jaar, waarbij je dus ziet wat inflatie met een land doet. En in Mexico is dat natuurlijk in mindere vorm dan in Venezuela, maar kijk maar eens even wat je hier ziet. Dit is de hoeveelheid geld die je mee moet brengen over het afgelopen jaar als je een single pastry, dus iets lekkers bij de bakker wil halen. Kijk even naar het verschil in de stapel geld die je mee moet nemen in een jaar tijd. Zo erg gaat de koopkracht achteruit. En dat gebeurt niet alleen in Venezuela, dat gebeurt niet alleen in Argentinië en niet alleen in Mexico. Dat gebeurt ook gewoon in Europa. En dat gaat harder dan dat je denkt. We zitten nu volgens de officiële cijfers op een 2% per jaar. Ik riep al jaren dat mijn gevoel was, of mijn gevoel, mijn mandje, mijn rekenformule die ik gebruik, rond de 6 à 7% uitkwam. Nu, de afgelopen maanden, zal dat veel hoger liggen. Zodra ik in Nederland ben, zal ik zelf steekproefsgewijs toch even langs verschillende supermarkten gaan om te kijken in hoeverre mijn mandje veranderd is ten opzichte van een half jaar geleden toen we nog in Nederland waren. En dit is toch wel heel erg interessant om dit bij te houden. En ook te begrijpen waarom mensen voor andere alternatieve betalingen kiezen, maar ook voor andere investeringen en steeds meer met hun geld gaan doen, omdat die noodzaak gewoon hoog is. Ja, en dan nog even kort dit nieuws over het getwitter van Elon Musk opnieuw. En nu vanuit de toezichthouder, de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission, de SEC. En de SEC die heeft in 2019 een schikkingsovereenkomst getekend, tezamen met Elon Musk en met Tesla. En het ging over het feit dat hij getwitterd had en naar aanleiding daarvan mogelijk de beurskoers van Tesla beïnvloeden. En dat is iets wat niet mag. Op het moment dat jij CEO bent van een beursgenoteerd bedrijf, mag jij niet bepaalde dingen uiten op een bepaalde manier. Toen is er geschikt tussen Tesla, de SEC en Elon Musk, of eigenlijk Elon Musk, de SEC en Tesla en de SEC. Uit mijn hoofd is er voor een bedrag aan 20 miljoen vanuit beide partijen richting de SEC gegaan. En wat we nu zien is dat hij opnieuw deze schikkingsovereenkomst heeft geschonden, die overigens al eerder aangepast was. De Wall Street Journal heeft namelijk onder meer een tweet van 1 mei 2020 naar voren gehaald, waarin Musk zei dat hij aandelen Tesla te hoog gewaardeerd vond. En dat heeft ertoe geleid dat de marktwaarde van het bedrijf daalde met maar liefst 13 miljard. En de SEC wijst volgens de Amerikaanse zakenkrant, dus volgens de Wall Street Journal, op de tweets van Elon Musk uit 2019, waarin hij productieaantallen van zonnedaken besprak zonder vooraf goedkeuring van de toezichthouder te verkrijgen.
En hoewel de toezichthouder het Twittergebruik van Musk tijdens de pandemie in de gaten heeft gehouden en hem en Tesla tijdens de lente van 2020 via correspondentie confronteerde en diende ze geen motie in tot de uitvoering van de schikkingsovereenkomst en om dat dus te laten afdwingen. Maar alsnog heeft hij dus opnieuw zijn schikkingsovereenkomst geschonden en nu is eigenlijk de vraag wat hier achter weg komt. Musk mag dus niet meer twitteren over bepaalde dingen die de beurskoers kunnen beïnvloeden. Voor Bitcoin is dat niet het geval, maar voor Musk is dat wel het geval. En dan gaat het dus alleen om het bedrijf waar hij eigenaar van is. Dat is wel goed om dat te onthouden. Zo kan bijvoorbeeld, wat ik al eerder vertelde, een Kylie Jenner best wel twitteren over het feit dat ze Snapchat niet meer gebruikt. En als daardoor de koers 3% of 4% of misschien wel 8% daalt, dan is dat haar goed recht, want dat is haar mening. Maar ik denk dat hier wel meerdere mensen en meerdere meningen over gegeven zullen worden in de loop van de komende jaren. Als het gaat over deze kwesties en vooral het gebruik van online platformen en het hebben van een bepaald bereik. Net als dat mensen met een bepaald podium ook een bepaalde code hebben waar ze zich aan moeten houden. Dat ze bepaalde dingen moeten vermelden. Zo zou je dat ook met een bepaalde following moeten hebben. Heb ik al eerder uitgelegd. Ik vind dat als je een bepaalde following hebt, dat je dan een verantwoording hebt om je mening te onderbouwen. En ook om op te passen met bepaalde dingen die je zegt. Maar goed, daar heb ik vaak genoeg me over uitgeweid. Daarnaast hadden we nog een belangrijke tweet over tweet gesproken. En dit is ook eigenlijk best wel een flauwe tweet. Het gaat over Bunk. En ik vind eigenlijk de tweet niet zozeer flauw, maar ik vind de bewoording die in deze tweet gebruikt is vooral flauw. En dan niet van Paul Buiting, maar vanuit Bunk. Kijk even met me mee. De Bunkbank die heeft haar prijzen verhoogd. De negatieve rente voor een bedrag van tussen de $100.000 en de 1 miljoen ligt nu op 1,5% per jaar. Ze hebben in totaal 1 miljard aan geld uitstaan. Maar weet je hoe ze dit noemen? Ze noemen het een safekeeping fee. Dus een veiligheidsfee van slechts 4 cent per 1000 euro. En dat klinkt wel goed, zegt Paul Buiting. Dus waar het eigenlijk om gaat is dat jij per 1000 euro die je boven de 100.000 euro staat, slechts 4 cent per dag betaalt. Hè, wat is nou 4 cent per dag? Maar op het moment dat je weet dat je 1,5% per jaar betaalt over alles wat je boven de 100.000 euro op je bankrekening hebt staan, dan wordt het ineens een behoorlijk bedrag. En dat is eigenlijk flauw dat ze het op deze manier noemen. En ze noemen het tevens een safekeeping fee. En het is eigenlijk helemaal geen safekeeping fee. Want ik zeg hier, even though your 100 to 1 million isn't kept safe at all during a bankruptcy. Dus zelfs als Bunk failliet gaat, wordt jouw geld niet gered. Dus die safekeeping fee gaat in mijn optiek helemaal niet op. En ik vind het flauw dat ze deze term gebruiken. En dit zou niet moeten mogen. En ik vind ook die 4 cent per dag vind ik eigenlijk ook hartstikke flauw. Want normaal wordt er ook gesproken in rentepercentages die je per jaar krijgt. En nu zouden er dus ook min 1,5% moeten staan per jaar. En dit is gewoon in mijn optiek niet eerlijk. En eigenlijk wel een reden om te zeggen, nou Bunk, ik vind het gewoon niet zo netjes. Laten we het daarop houden. En toen kwamen we bij het volgende nieuws uit. Want Matthijs Bouwman, de econoom van onder andere RTL, die schoof aan bij Nieuwsuur om het een en ander te vertellen over de digitale munt van de Europese Centrale Bank. Daarmee heb je geen biljetten meer en staat je geld niet meer op een spaarrekening bij je bank, maar is je geld in handen van de overheid. Dat is wat Nieuwsuur stelt. Goed, we hebben het hier natuurlijk een maand of 4-5 geleden al met Willem Middelkoop over gehad. En die twitterde al richting mij. Hey Madelon, Matthijs Bouwman is aangeschoven bij Nieuwsuur. Hier hadden wij het 4-5 maanden geleden al over. Nou, toen wilde niemand er naar luisteren. Ook de bewoording
Dit is de eerste keer dat het op deze manier wordt uitgelegd. En ik vind het ook eigenlijk een beetje flauw uitgelegd, want er wordt een voorbeeld gegeven. Ik zal je even uitleggen wat er wordt verteld. Matthijs Bouwman die legt dus uit het verschil tussen digitaal geld en digitaal centraal bankgeld. Digitaal geld is in mijn optiek een claim op de bank. Want jij leent jouw geld uit aan de bank. En dat is wat Matthijs Bouwman niet zegt. Je leent je geld uit aan een commerciële bank. En in ruil daarvoor hoor je rente te krijgen. Je krijgt dus risicoopslag. Nou, wat hij zegt is, die bank bewaart jouw geld. Zo kun je het ook zeggen, maar eigenlijk leent die bank jouw geld weer uit. En dat doen ze niet één keer, maar dat doen ze eigenlijk wel een aantal keer. Maar goed, hij stelt, jij hebt je geld bij een commerciële bank. En nu heb je je geld bij een centrale bank. Dat is het verschil. En het gaat dan in mijn optiek om cashgeld. Een vorm van cashgeld die je bij de centrale bank hebt staan. Ook dat komt niet helemaal goed naar voren. Maar goed, hij doet zijn uiterste best om het zo goed mogelijk uit te leggen. Dat geloof ik zeker. En bij de centrale bank kun je dus je cashgeld stallen. En dan heb je dus niet meer het risico van een derde partij. Dat legt hij wel helemaal aan het einde van de video uit. He, dat dit voortvloeit uit wat er in 2008 gebeurd is. Het omvallen van commerciële banken. En als je dus je geld direct bij de centrale bank aanhoudt, heb je dus niet meer het risico dat een bank om kan vallen. Want een centrale bank kan ongebreideld geld bijprinten. Dat is ook niet wat er wordt gezegd. Maar hij legt het voor de gemiddelde leek prima uit. Alleen, ja, in mijn optiek niet eerlijk. Niet compleet open. Goed, wat is het gevolg hiervan? Want er wordt dus ook gesproken over de Federal Reserve die deze zomer naar de centrale bank, vanuit de centrale bank gaat kijken naar Central Bank Digital Currencies die onderzoek gaat doen. Er wordt gesproken over de Chinese variant. En die Chinese variant is dus eigenlijk best wel een beetje griezelig. Want die Chinese variant, daarbij wordt een soort van social crediting-achtig systeem gekoppeld aan hun centrale bankbalans. Aan de gelden die bij de centrale bank staan. Want wat gebeurt daar? Daar wordt dus gewoon letterlijk gezegd, als jij bepaalde dingen doet die eigenlijk niet mogen, mag je bijvoorbeeld niet meer met het openbaar vervoer. En kun je dus geen geld uitgeven meer in het openbaar vervoer. De overheid kan jou strakjes geld toespelen. Dan kan je bijvoorbeeld in de vorm van een Universal Basic Income geld geven. En kan zeggen, nou, je kan het alleen hieraan uitgeven. En toevallig hadden we deze week in de community een boardroom call samen met Jean-Paul van Oudheusden, met Elmar Hogevorst om te praten over goud, zilver, aandelen. Elroy schoof aan om te praten over de technische analyse. En we hadden het ook even kort over de bedreigingen voor Bitcoin. En in deze zin is het hebben van een digitale wallet in mijn optiek een mooie kans voor Bitcoin. Want mensen gaan kennis maken met het hebben van een wallet waar meerdere producten in kunnen zitten. Ik heb het hier al een keer eerder over gehad, waarin je een digitale wallet hebt waarvan je kan zeggen, ik wil graag betalen met mijn aandelen Tesla. Dat zou dan gewoon kunnen. En ik wil juist Bitcoin ontvangen of ik wil juist een digitale dollar ontvangen of whatever. Waarbij digitale wallets met elkaar kunnen communiceren. En deze stap naar die Central Bank Digital Currency maakt het dus voor mensen makkelijker om een wallet aan te maken, om te begrijpen hoe dat werkt. Maar aan de andere kant is het grootste gevaar dat centrale banken straks kunnen zeggen, hey, Bitcoin, daar mag je niet meer in investeren. Daar doen we niet aan. Je kan deze munt dus niet inwisselen in Bitcoin. Die mogelijkheid zie ik plaatsvinden. En daarnaast hebben we natuurlijk nog een ander risico. En dat is dat wij met geldcreatie tegen inflatie aanlopen. En momenteel met briefgeld kan je een behoorlijke inflatie hebben totdat je briefjes, nou ja, dat je kilo's briefjes in je kruiwagen naar de supermarkt moet brengen. Dat stopt ergens. Maar met een digitale munt kun je tot in de oneindigheid inflatie hebben. Want je hoeft niet telkens nieuwe papierbriefjes uit te geven. Je kan dus tot in de oneindigheid inflatie creëren. En dat is waar het in mijn optiek ook wel een beetje gevaarlijk wordt. En Lynette Zeng die heeft het hier vaak over in haar video's op YouTube. Is ook een vrouw, is al wat ouder, geheel zelfvoorzienend. Een voorvechter van het hebben van goud en zilver. En zij heeft het hier ook vaker over. Op het moment dat die central bank digital currencies daar intreden doen, dan kan het best wel eens nadeligere gevolgen hebben dan dat je nu denkt. Nu denk je gewoon, hey, ik ben dat risico van die derde partij kwijt. Dat is mooi. En dat is het ook. Maar aan de andere kant komen er weer andere gevaren bij. En dat is niet helemaal wat Matthijs Bouwman hier vertelt. En ik denk ook dat we een nieuwe aflevering moeten doen samen met Willem Middelkoop, waarin we door het prachtige Hollandse landschap rijden om opnieuw te praten over wat er nou veranderd is sinds ons laatste gesprek
ongeveer een half jaar geleden. En laat me ook even weten of je dat leuk vindt, want dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we dat gewoon regelen. En deponeer alvast je vragen die je over deze onderwerpen hebt hieronder, of je mening of iets dergelijks. Dat is wel leuk, dan lees ik het even door en dan gaan we kijken of we daar het een en ander mee kunnen. Goed, een van de dingen die me afgelopen week nog meer opviel was de grootste huizenprijsstijging in de afgelopen 20 jaar. Dit werd gemeld vanuit het Centraal Bureau voor Statistiek en het bleek uit gegevens die zij hadden verzameld bij het kadaster. Bestaande koopwoningen waren in april zo'n 11,5% duurder dan een jaar eerder. En in mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter dan dat we nu zien. Huizenprijzen die zijn al 8 jaar onafgebroken aan het stijgen. En dit is volgens NOS.nl mede door het woningtekort. In mijn optiek is het niet zozeer, heeft het niet zozeer te maken met het woningtekort, maar heeft het vooral te maken met de mogelijkheid om leenruimte te kunnen krijgen. Want wat we nu zien is dat de rente dusdanig laag is dat je dus voor een relatief lage maandlast een heel hoog bedrag aan hypotheek kan krijgen. En daarmee dus ook automatisch hoger kan bieden, hogere prijzen krijgt. En de Nederlandse Bank heeft ook wel eerder gezegd, de huisprijsstijging hangt samen met die lage rente. En je zou dus ook nog kunnen zeggen, inflatie speelt een rol. Maar de huizenprijzen zijn, als inflatie 1 is, zijn de huisprijzen 4 keer harder gestegen, 3 keer harder gestegen dan de inflatie. En dat is ook iets wat meegenomen moet worden hierin. En we zien dus dat het aantal verkoop of het aantal aanbod van woningen aan het afnemen is. Nou, dat speelt tezamen een rol. Maar je kan niet zoiets simpels zeggen als er is relatief weinig aanbod en er is veel vraag. Die vraag ontstaat omdat mensen kunnen lenen. Want er is niemand die tegenwoordig direct geld uit zijn portemonnee haalt en zegt, nou, 4 ton alsjeblieft. Krijg je zo in één keer van mij zonder dat er een bank tussen zit. Nee, dat is niet wat het grootste gros doet. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een hele belangrijke rol. Want de belegger speelt hierin ook een grote rol. Die belegger moet namelijk van zijn geld van de spaarrekening af. Die spaarrekening die is onderheven aan 1,5% aan negatieve rente, waar we het net over hadden, die tweet van Paul Buitink. En daarnaast, op de aandelenmarkt gaan de prijzen ook constant omhoog. Obligaties zijn net zo hard trash, als we de Redalio moeten geloven, als dat cash dat is. Dus er gebeurt heel veel waardoor beleggers ook denken, misschien moet ik maar uitwijken naar stenen. En wat er dan gebeurt is eigenlijk alleen maar een soort van symptoombestrijding. Ja, en wat je dan dus ziet is eigenlijk een en al symptoombestrijding. En ik had hier het volgende over gezegd op Twitter. Dit is nog zo'n voorbeeld van symptoombestrijding. Wat we zien is dat ze nu willen verbieden voor beleggers om in grote steden te kopen. En ik begrijp dat, want beleggers kopen 1/4 van alle huizen op. Maar de onderliggende reden is het gunstige leenklimaat, die lage rente, de oplopende inflatie. Beleggers in paniek, want die moeten ergens met hun geld naartoe. En juist dat zorgt ervoor dat die prijzen oplopen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden nu voor beleggers in vastgoed. En veel minder mogelijkheden voor de gemiddelde particulier. Maar om dan beleggers maar te verbieden om in bepaalde plekken woningen te kopen, dat is symptoombestrijding en dat is niet het aanpakken van het probleem. En verder hadden we nog het volgende. We zagen namelijk deze tweet van Edin Mujadjic en ik vind het wel een hele mooie tweet. Hij zei, de politie krijgt structureel 1,3% meer loon. De ECB streeft naar 2% inflatie per jaar en is in mijn optiek vele malen hoger dan 2% inflatie. En dit, dames en heren, is hoe inflatie de werkende middenklasse steeds armer maakt. Lonen gaan omhoog en toch ga je erop achteruit. Dus je hebt het idee dat het goed gaat, dat het beter gaat, want je loon stijgt. Maar ondertussen merk je niet dat er inflatie is. En Edin Mujadjic zegt, maar vertel me vooral nog eens waarom inflatie goed is voor de economie. En dat is wat de Keynesiaanse zienswijze, de Keynesiaanse visie op economie drijft. Inflatie is goed, want het zorgt ervoor dat mensen geld niet meer op hun spaarrekening laten staan. Dat is wat er wordt gesteld. Je gaat het uitgeven omdat je weet dat je 2% inflatie hebt. Theorie werkt het gewoon niet zo. En daarnaast is het zo dat we in een schuldeneconomie leven en dat schulden minder gaan drukken als er inflatie is. En dat is wat een overheid wil, want die heeft een staatsschuld. Dus voor een overheid is het heerlijk, inflatie. En daarnaast heb je het stukje deflatie. Geld wat meer waard wordt. Je kan meer geld uitgeven in de economie. Je kan meer geld kwijt. Producten worden in feite
goedkoper. Werkende mensen kunnen makkelijker producten en diensten kopen, afnemen, maar de schulden gaan wel meer drukken, want die last wordt hoger. Nou goed, je begrijpt waar ik naartoe wil met mijn verhaal. Even terug naar de huizenprijzen. Huizenprijzen stegen in 30 jaar bijna dubbel zo snel als de inflatie. Ik had het er net al even over gehad. Inflatie stijgt dus hard. Lonen stijgen iets minder hard mee. Maar de huizenprijzen stegen veel harder. Dus voor een gemiddelde Jan in de straat is het heel erg moeilijk om nog aan een fatsoenlijk huis te komen. En ondertussen zie je dus dat die rente lager wordt en dat men daarom wel meer leenruimte heeft dan dat ze vroeger zouden hebben. Maar nog steeds niks in verhouding met wat het 30 jaar geleden was. Tussen 1990 en 2020 stegen de huizenprijzen in Nederland met 162%. Daarmee gingen de huizenprijzen 1,8 keer sneller omhoog dan de inflatie, die in dezelfde periode iets minder dan 90% steeg. Hoor je dat? De inflatie steeg 90% in die periode. De huurkosten nemen dus steeds groter deel van ons inkomen in beslag. Nou, inkomen stijgt ook niet mee met de huurprijzen, dus de inkomens stijgen niet mee. En dat is wat we steeds meer zien. En ook de koopwoningen, de prijzen van de koopwoningen stijgen steeds verder. En dat maakt het dus heel erg lastig. En dat is ook het voorbeeld wat ik vaak noem. We zien de afgelopen periode steeds meer dat waar je vroeger met een eensgezinsinkomen, dus een inkomen van alleen de man en de vrouw die thuis voor de kinderen zorgde, prima een gemiddelde woning kon kopen, kan je nu in Amsterdam en omstreken in je eentje helemaal niks. Laat staan nog een vrouw of een man en kinderen onderhouden. Dat is nagenoeg onmogelijk in deze wereld. En dat komt dus onder andere doordat die prijzen zo hard stijgen, doordat er inflatie is en doordat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve een beleid voeren wat berust op, in mijn optiek, een verkeerde theorie. En het is natuurlijk één groot experiment. En dat heeft Klaas Knot ook gesteld. Dat heeft hij ook gezegd aan tafel bij Buitenhof. En men weet dit. Goed. Terug naar het laatste nieuws. Brussel waarschuwt voor hoge hypotheekschuld in Nederland. En dat is dan weer heel erg interessant. Want waarom wordt er vanuit de Europese Commissie ineens gewaarschuwd voor hoge hypotheekschulden? Hoge schulden onder particulieren zijn de Commissie een doorn in het oog. Ze eist al langer dat er een einde komt aan de hypotheekrenteaftrek. Het voordeel, het belastingvoordeel wat je krijgt als je een hypotheek hebt. Ook moeten de pensioenen en belastingen verder worden hervormd. Dus denk aan belastingen omhoog, pensioensuitkering omlaag. En moeten er meer vaste banen worden aangeboden. Nou, we hebben dus onlangs gezien dat er een nieuwe regeling voor ZZP'ers door is. Waardoor er de ZZP'ers niet meer onder een neppe betalingsconstructie leven, maar dat ze, of werken, maar dat ze, hoe zeg je dat? Ik ben eventjes de term kwijt, maar je hebt nu dat ZZP'ers vaak eigenlijk in loondienst zijn, een soort schijnverband. En nu wordt er dus gesteld dat ze minimaal een tarief moeten hebben. Nou, dat wordt dus allemaal gestuurd vanuit Brussel. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat ze dan dus niet gaan kijken naar de aard van het probleem, die rente, die inflatie, maar dat ze de burger, die het de afgelopen jaren al zo zwaar heeft gekregen, steeds zwaarder krijgen. Met pensioenen, met belastingen en met het wegdoen in wegschuiven van hypotheekrenteaftrek, alleen nog maar zwaarder maken. En dat is niet waar het probleem in de kern vandaan komt. En het zou ook in mijn optiek niet juist zijn als op deze manier gereguleerd wordt. En ik heb het natuurlijk vaak gehad over die huizenprijzen. Want in mijn optiek, als we een normale economie zouden hebben, zouden de huizenprijzen nu moeten dalen. Maar we hebben te maken met NOW-regeling. We hebben te maken met een enorme inflatie. We hebben te maken met belastingen die nog niet betaald hoeven te worden. Belastinguitstel voor bedrijven. En daarom zien we dat mensen nog niet ontslagen hoeven te worden. We zien nog geen hoge... En daarom zien we dus dat mensen nog niet ontslagen hoeven te worden. We zien nog geen groot aantal faillissementen. Maar dat is dus iets wat gaat komen zodra we na de zomer
die steunmaatregelen loslaten. En de coronacrisis laat zich niet vergelijken met andere economische crisis en helemaal niet wanneer we kijken naar de huizenprijzen. Het lijkt wel op een periode die we in de jaren 70 en de jaren 80 van de vorige eeuw zagen. Heb ik het eerder over gehad. En we zien op nu.nl een interessant interview met onze eigen centraalbankdirecteur Klaas Knot. En die gaat over het volgende. Banken moeten van de Nederlandse Bank rekening houden met een correctie op de woningmarkt. Een prijsdaling zit hier aan te komen, is de vraag vanuit nu.nl. En hij zegt, als ik dat eens wist, de Nederlandse woningmarkt is een hele ingewikkelde, die zich ook anders ontwikkelt in deze crisis dan we hadden gedacht. Nou, Brussel waarschuwt dus ineens voor die hoge hypotheekschulden. En dat vind ik dan toch wel interessant, want vorige week hadden we het nog over de rente die mogelijk gaat oplopen vanaf begin volgend jaar. En nu stelt de Nederlandse Bank dus dat de woningmarkt mogelijk te maken krijgt met een correctie. Als toezichthouder moeten we rekening houden met een daling en de banken ook. Daarom worden er grote reserves aangehouden. Een omslag leidt altijd tot een probleem. En in Nederland tot grotere problemen in de economie dan in andere landen, omdat huizen worden betaald met geleend geld. In Nederland wordt dus veel geleend. Nou, daarna gaat het een stukje verder. Krijgen we dan taferelen zoals in de financiële crisis ontstond, dat huizen dus 20% minder waard werden. Nou, wat hij dus stelt is dat er sindsdien strenger beleid is, dus dat er minder huizen onder water komen te staan. Ik vind dat een beetje een lastig verhaal, want er wordt nog steeds voor 100% een hypotheek gegeven op het moment dat iemand aanklopt bij de bank en de huizenprijzen hoeven maar 5% te dalen en men staat onder water. Maar goed, het kan zijn, hè? Het kan zijn dat zijn rekenformule er anders uitziet. De rente is al heel lang laag, zowel voor hypotheek als voor sparen. Blijft dat zo? En hij zegt dat dat twee oorzaken heeft. De vergrijzing en het beleid van centrale banken die gericht is op inflatie. En de vergrijzing, dat verandert niet snel. Daardoor zullen mensen meer sparen. En dan bedrijven willen investeren. Nou, dat vind ik een beetje een nutteloos argument. Maar hij zegt daarna, er is dus meer aanbod van geld dan vraag erna. Waardoor de rente dus laag is. Maar hij zegt dus dat de rente mogelijk omhoog kan, maar zeker geen procenten omhoog. Door inflatie lijkt alles duurder te worden, stellen zij hier ook terecht. Hè? Benzine, hout, chips, misschien voldoende om iets aan de rente te doen. En hij zei, er is zeker sprake van prijsstijgingen, maar dat zijn tijdelijke effecten. Ik kan me daar niet helemaal in vinden, want die prijsstijgingen zien we al behoorlijk lang en helemaal nu. Om de rente aan te passen zouden prijzen structureel hoger moeten zijn. Dus dan gaan we zien dat die rente fors omhoog gaat. En dat hangt ook onder andere af van wat de lonen zullen doen. En die lonen zitten nu in een prijsspiraal. En ook dat hebben we 3 weken geleden al besproken. Toen restauranteigenaren aangaven, mensen willen onze vacature niet meer vullen. Omdat ze hun huur daar niet mee kunnen betalen. Je krijgt dus een zekere vorm van een loonspiraal. En dat is ook wat hij hier aankaart. Als de prijzen hoger zijn, kunnen vakbonden hogere lonen bepleiten. Maar die lonen stijgen, als we kijken naar Edin Mujadji, iets niet mee met het inflatiepercentage en helemaal niet met de reële inflatie. Dat leidt dan weer tot meer kosten voor bedrijven en meer hogere prijzen voor producten. Dus je komt in een loonspiraal terecht, waarbij de lonen steeds verder stijgen met de prijzen van producten. In Nederland zouden de lonen flink omhoog kunnen gaan, want de werkloosheid is hier laag. Dus de inflatie vanuit dat perspectief ook. En dat heeft weer effect op het feit dat het rentebeleid aangepast moet worden en dat er anticyclisch beleid gevoerd moet worden. En dan krijgen we natuurlijk nog het verhaal, dit hele plaatje, wanneer je dus begrijpt dat we mogelijk in een loonspiraal terechtkomen, waarin dus de rente gaat oplopen, waarin de rente moet oplopen, dat de Europese Commissie zich zorgen maakt over de hoge hypotheekschuld die er in Nederland is. Want stel die rente loopt inderdaad volgend jaar in januari op, wat we al besproken hebben, en die loonspiraal die komt er, en straks stopt men met alle regelingen omtrent de maatregelen die we nu hebben, de NOW, denk aan tijdelijke lastenverlichting, belastingen uitgesteld, die strakjes wel allemaal binnen moeten komen, dan krijg je dus dat er één grote bom barst en dat dus langzaamaan dat een effect kan hebben op die huizenprijzen. Ondanks dat er nog steeds inflatie is, ondanks dat dat gebeurt. Maar voordat je dat dus terugziet, dat kan nog wel een aantal jaren duren, al dan niet een heleboel
jaren. Wat we ondertussen zien is dat er een behoorlijke premium is op goud. En dat is vooral onder andere bij de Bank of England, de Bank of England vindt dat plaats. En deze premie is de laatste tijd flink gestegen. Want beleggers kijken naar verschillende mogelijkheden en kijken dus ook naar goud en zilver. Ze noemen het ook wel eens gestold angstzweet. Dus op het moment dat het economisch lastig in te schatten is, gaat men kijken naar waar kan ik mijn geld in stores of value opslaan. Nou, de premie op het goud is normaal slechts een paar cent per troy ounce. Maar vorige week was dat slechts opgelopen of in totaal opgelopen tot maar liefst 50 cent. Dit kan erop wijzen dat er grote spelers op de goudmarkt momenteel edelmetaal aan het opkopen zijn. En er wordt gesteld dat het mogelijk gaat om centrale banken. Dus er wordt veel gekeken naar het opkopen van goud de afgelopen periode. En we hebben de goudgrafiek er vaak bij gehad. We hadden een bodemformatie ook al eerder genoemd. Daarna opwaarts uitgebroken. Schouder-over-schouder-formatie. Braken opnieuw opwaarts uit. Hebben het koersdoel geraakt, zijn nu hier aan het struggelen. Het lijkt erop dat we hier een nieuw driehoekje vormen, die dus mogelijk ook opwaarts uitbreekt. Dat zou dan een horizontale driehoek zijn. En die breekt doorgaans opwaarts uit, mocht het een driehoek gaan worden. Dit is het prachtige plaatje als we kijken naar de technische analyse, het schoolboekplaatje. Wat trouwens wel goed is om te weten, ik benoem dat eigenlijk nooit, maar je weet waarschijnlijk wel dat ik ongelooflijk met mijn ziel en zaligheid in deze technische analyses leggen. Dat ik het ongelooflijk leuk vind om te doen. Dat ik overigens hier een gratis cursus over gemaakt heb en een uitgebreide cursus. Mocht je het leuk vinden om dat te volgen, om hier meer over te leren, ga dan hieronder naar de beschrijving. Dan kun je daar meer informatie over vinden. Maar hier zien we dus het perfecte schoolvoorbeeld van zo'n formatie met een koersdoel eraan die geraakt is. En dat is dus ook de reden waarom er nog meer interesse is. Als we boven deze 1900 uitbreken, gaan we verder naar nieuwe record highs. Maar momenteel is dit de plek waar we gaan opnieuw formeren en opnieuw momentum gaan opbouwen. Dan gaan we nog even naar de koers van Bitcoin, want ik heb hier het een en ander getekend en dit is een mogelijk scenario. We hebben overigens nog een mogelijk scenario. Ik had dit enkele dagen geleden al getekend en dat is dit scenario. Nou, zoiets. We zitten in een symmetrische driehoek, een symmetrical triangle, zoals dat we die in de technische analyse noemen. We hebben een neerwaartse trend gezien, een symmetrische driehoek, en staan nu op het punt van een enorme uitbraak. Hoe groot is die uitbraak? Dat kunnen we berekenen door middel van de klap- en flapregel. Dat zie je hier, het verschil, klap en flap, tel je bij het uitbraakpunt op of trek je van het uitbraakpunt af. Neerwaarts hebben wij een koersdoel van ongeveer $24.000. Opwaarts hebben wij een koersdoel van ongeveer $45.000, afhangende van waar we uitbreken. Mochten we hier ongeveer uitbreken, dan hangen we rond de $46.000-$45.000. Mochten we neerwaarts uitbreken, kunnen we dus naar $24.000 terugvallen. Het is ongeveer een verschil van $10.000. We wachten dus nu op een $10.000 move die er de komende periode aan zit te komen. Deze uitbraak zullen we voor de 7e van juni verwachten. We hangen er echt tegenaan, want het was vandaag al heel erg close. Kijk maar hier wat er hier gebeurt. Ik kan nog even wat verder voor je inzoomen. We hebben hem geraakt, zijn teruggevallen en mogelijk proberen we het opnieuw. Die optie is er natuurlijk. Maar dit is hoe we er nu bij hangen. Het ziet er nog heel erg mooi uit voor het plaatje wat we nu hebben. Maar een hele interessante case. Een heel interessant scenario. En dit hoeft natuurlijk niet opwaarts uit te breken. We hebben een 50-50% kans op een opwaartse of een neerwaartse uitbraak. Dus het is ongelooflijk spannend, maar ook heel erg leuk. En mocht je nou de eerste €1000 aan Bitcoin gratis willen aanschaffen, doe dat dan even hieronder via deze link. Ik krijg de laatste tijd veel vragen over brokers, exchanges, etc. Mocht je voor €1000 aan Bitcoin willen kopen, of zelfs minder, maar je wil het gratis doen, ga dan hieronder naar de link. Dan kun je je aanmelden bij deze Nederlandse exchange. Dat is Bitfavo, mijn favoriete Nederlandse partij. En daar kun je ook terecht om eventueel te handelen op het moment dat je technische analyse beheerst. Want dat is wel heel belangrijk. Als je begrijpt hoe deze markt werkt, dan kun je die stap gaan zetten. Maar als je gewoon Bitcoin wil kopen en het naar je ledger wil versturen op een goedkope manier, dan kan dat overigens ook daar. Dus check dan even de link. En voor nu is het dus een heel spannend moment. Ik zou je ook willen aanraden om mij te volgen op Instagram of om je aan te melden voor de Money Talks community. We zijn inmiddels al met bijna 1500 leden. Echt superveel, maar ook
heel erg leuk. Afgelopen week hebben we een community call gedaan waar ik je net ook al over vertelde. Waarin we met een aandelen-expert, een goud-zilver-expert, een DA-expert en met mij praten over alles wat er op de markt gebeurt. Maar ook op de aandelenmarkt, op de goud-zilvermarkt, op de cryptomarkt. Tezamen. En dan krijg je dus een heel mooi compleet plaatje. En het is ontzettend leuk om dat te doen. Dus mocht je ook het laatste nieuws omtrent de technische analyses bij willen wonen en willen weten wat er de komende periode gaat plaatsvinden, meld je dan ook even aan voor de Money Talks community. Dat kun je vinden via de website www.madlonvos.nl. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik zou je aanraden om op Instagram te volgen, want mocht er iets plaatsvinden, dan laat ik het je natuurlijk als eerste op Instagram en Twitter en in de Money Talks community, dat natuurlijk nog veel eerder, in de Money Talks community weten. En voor nu wens ik je een hele fijne week en heel erg bedankt voor het kijken. Tot snel en tot de volgende video. Dag!